Nou ja, heel veel mensen beseffen het zich niet. Hè? Vanavond gaan we uh, gelukkig weer echt open met elkaar uh, met, met versoepelende maatregelen tot één uur. Maar het is niet zo dat als die tap open is dat dan het probleem van die ondernemer uh, op is gelost. Uh, heel veel van die ondernemers zitten tot over hun oren in de, in de schulden, uitgestelde belastingen uh, vaak, en dat hangt echt als een molensteen om, uh, om hun heen. Ze mogen nu eindelijk weer open. Dat is natuurlijk fantastisch nu. We kunnen eindelijk weer vooruit kijken uh, en, in, en die ondernemers kunnen weer vooruit. En tegelijkertijd krijgen heel veel van die ondernemers bij mij op de lijn die zeggen: ja, maar Jerry, luister eens eventjes. we moeten het nu in vijf jaar terugbetalen met 4% rente. Hoe dan? Hoe dan? Die bergen zijn zo hoog. Ik vertelde net tegen Jocht, een gemiddelde kledingwinkel heeft bijna meer dan 100.000 euro schuld. Ik spreek kappers die 80.000 euro schuld hebben. Die tegen mij zeggen, ja, hoe moet ik dat in hemelsnaam gaan betalen? Maar wat is dan die schuld? Zijn dat dus uitgestelde belastingen? Dat zijn, dat, die, het is een veelvoud van schuld. Uh, maar het grootste probleem zit hem bij die uitgestelde belastingen. En we hebben eigenlijk geprobeerd op drie manieren ondernemers te steunen. Door uh, uh, iets met loonmiddelen en subsidie te doen... voor de mensen die ze in dienst hadden, vaste lasten... en uitgestelde uh, uh, belastingen. En dat is, Daar hebben heel veel mensen gebruik van gemaakt. Dat heeft heel veel mensen ook door die crisis heen geholpen... de afgelopen twee jaar. Uh, ja, en die kijken nu tegen die schuld aan. En wat je natuurlijk wil voorkomen, is dat die bedrijven dadelijk alsnog mm. omvallen.